Ik ben een beetje verdrietig. Ja, mijn carousel die ik ooit van mijn mannetje had gehad, dat hoedje dat is. Ik zou een nieuw kaartje erin doen, dus dat blazen stolp haal ik eraf. En ik stoot waarschijnlijk toch tegen dat molentje aan van die engeltjes. En het hoedje. Er hoort altijd een hoedje onder te zitten, anders valt dat spul verder en dat moet maar niet. Dus, maar ja, ik heb op mijn knietjes, mijn zere knietjes gezeten. En dat doet bij mij natuurlijk altijd zeer. Ja. En het is iedere keer zo slecht weer. Ja. Dit is gewoon hopeloze ellende. Maar we hebben alles aan, wat aan moet. Hé, ja nou Elwin? Ja. Hier al heb ik de kaarsen aan. Allemaal. Alles is aan. En het is tweede adventszondag, dus twee kaarsjes branden. Zo, goedemiddag lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 10e van de 12e 2023. Ja, de 10e alweer en het is ook tweede, ja, wil ik Pinksterdag zeggen, ja. Dan ben ik even de kluts kwijt door mezelf. Tweede. Ja, kom er maar op, hè, als je zelf de boel kwijtraakt. We lopen naar de kerst toe, dus de tweede. Ik kan er even niet op komen. Normaal weet ik het zo, hè. Ja, hoe dom kan je wezen. Maar ik weet wel wat ik doe. Even die openen, want daar moet het geloof ik in staan. Ik ben het even kwijt. Sorry, normaal ben ik dat nooit kwijt. Openen met foto's. Advent, hè? We hebben de tweede adventszondag. Dus ja, tweede kaarsje gaat erbij aan. Ja, dat gaan we gewoon weer doen. Gezellig. Ja. Dus ik doe er altijd wel aan mee. Maar ja, je kunt zomaar even het woord even kwijt zijn. Ja, dat kan gebeuren. Ja, toch? Ik vind van wel. Maar in ieder geval, wij gaan ervan genieten. Gewoon met z'n allen. En ja, ik ga de meisjes wel eventjes uitlaten. Ik ben ook nog maar, sorry, mijn excuus, nog maar net uit mijn bed. Ik kan er niks aan doen. Nee, want ik was vannacht misschien 1,5 uur, 2 uurtjes slaap gehad. En een mens heeft gewoon meer nodig. Ik was weer ontiegelijk vroeg wakker.
doorrijken. Nou, want die moest eruit. Nou ja, dan doe je haar eruit, eventjes buiten de tuin in. Ik riep Elwing ook al, moet je er ook uit, maar die bleef doorknorren. Nou ja, lekker dan. Dus ja, daar kan je niks aan doen. Je hebt gewoon periodes dat je heel, heel slecht slaapt. En daar zit ik nu middenin. En zelf vind ik het ook niet leuk, want je hebt niks aan je dag. Nee. Nou ja, dan hoef ik vandaag niet veel te doen, dan enkel een vlog editen. En even de keukenboel doen. Ja, nou ja, ik neem jullie er gewoon lekker in mee. Het is 9 graden, zegt zij. Zegt zij hoor, de Google Up, ik niet. Ik meende dat het 7 graden was. Nee, hier staat ook 9. Even verversen. Kijk wat ze dan zegt. Nou, die regen die zie ik niet. Nee, en ik heb een lange jurk aan, een rode lange jurk. Er zit ook een glittertje in, ik weet niet of jullie dat zien. Maar ik heb die aan, ja. Die ik vorig jaar nieuw had gekocht. Ja. Een regenbui. Nou ja, ik zie die hele regenbui niet. De poort is droog, blijft droog. Ik zie er niks op komen, dus we gaan er gewoon doorheen. Ja, zo simpel als een bruine boom. Ja, toch? Ja. Nou ja, en of we buiten wat zien, dat zal haast al niet. Het is zo rustig momenteel hier. Wanneer het begint, dat is 's avonds laat en 's nachts. En vooral ook in de weekenden, het uitgaansleven, nou ja, dat zit nou op Cape Holland. Maar als het naar huis komt, komt het wel weer deze kant op, dronken als een kanon. Yeah. Dus ja, dan word je er toch wel eens ook wakker van. Ook niet echt leuk. Maar ja, doet er niet toe. Ja, niet alleen nog jonge jeugd, hè. Het zijn ook oudere mensen die nog wel graag eventjes een zootje achterover slaan. En dan ook bezopen thuiskomen, ja. Of een vrouw het leuk vindt, ik weet het niet. Nee, en dan krijg je ruzie, hè. Ja, echt wel. Hé, meisje lief. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, gewoon gaan genieten. Gaan wij ook doen. En als ik terugkom, dan gaat de kerstboom erbij aan. En dan, ja, dan kijk dan ik op dat aan. En dat daaraan. Maar die doet het nog niet. Hé, hey. Of ja, die moet het ook doen. Joh, die moet het ook doen, maar welke er al is. Ja. Hij had hem nu gepakt. En daar ligt een zakje. Ja, en ik ben een beetje verdrietig. Ja, mijn karel zelf, die ik ooit van mijn mannetje had gehad. Dat hoedje dat is. Ik zou een nieuw kaarsje erin doen, dus dat glazen stolp haal ik eraf. En ik stoot waarschijnlijk toch tegen dat molentje aan van die engeltjes. En het hoedje. Er hoort altijd een hoedje onder te zitten, anders valt het spul verder en dat moet maar niet. En dus, maar ja, ik heb op mijn knietjes, mijn zere knietjes gezeten. En dat doet bij mij natuurlijk altijd zeer. Maar ook mijn zaklamp van mijn telefoon erbij aan het zoeken, maar ik had nergens vinden, al is het nog zo. Ja. Ik baal er hysterisch van. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Ik hoop dat, nou ja, als ik het jullie vertel, dat, dat ze er even om denken kan. En misschien dat die hem wel vindt. Kijk, horen kan ze het niet dat hij door de stofzuiger gaat. Maar dat kan ik weer wel. Dus dan zeg ik stop. Ja, ook soms niet. Als het niet tegen die buiten komt, dan hoor je het niet. Ik ben er echt verdrietig om, ja. Maar ja, ik kan onder de kast gerold zijn, want ik heb onder de stoel gekeken met de zaklamp. Ik zie, die ziet niks glinsteren, niks, niks. Nou, onder de kist kan dat niet eigenlijk, want daar hangt een kleed voor. Ja, dus dat gaat het hem ook niet worden. En het ligt ook op de grond, die kleed. Dus ja, en ik heb die kleed ook geschud. Nou joh, je ziet niks vallen, je hoort niks vallen. Ik weet het niet. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik ga wel op onderzoek. Ja, nou zie ik wel wat regen. Hé, wat vind ik, ja. Nou ja, we gaan er gewoon doorheen. Ja toch? Dat zal toch moeten, of je nou wilt of niet.
En ik heb wel mijn lange laarzen aan, dus ja. Het valt wel mee. En dit is een stofje, dat droogt ook nog eens een keer gauw. Ja. En het is maar een beetje regen. Ik ga kijken wat de regen zegt. Zo! Nou, halleluja. Dat wordt dus een regenpak aan, hè? Joh, nou ik haal hier ik gewoon omhoog. Ja. En daarom, kijk dan. Ja, nou ja, regenpak om aan en dan gaat mijn jurk gewoon een gedeelte omhoog. Dat komt wel goed. Fout komt bij mijn legging even naar binnen. Ja, dat gaan we doen, want ze moeten er wel even uit, hè. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei. Hé, mijn meisje. Leg jij daar lekker? Ja? Ja? En het is iedere keer zo slecht weer. Ja. Oh, dit is gewoon hopeloze ellende. Maar we hebben alles aan, wat aan moet. Hé, ja nou Elwin? Ja. Hier al heb ik de kaarsen aan. Allemaal. Alles is aan. En het is tweede adventszondag, dus twee kaarsjes branden. Ja, ik weet eigenlijk niet of die wel zo veilig staat. Een klein beetje naar voren, zo. Ze stond er helemaal ertussenin. En dat moet ook maar niet. Zo. Oh. Dus ja, alles is aan, lieve vrienden. En ik hoop dat jullie het gezellig vinden bij mij in huis. Ja, ik hoop dat jullie het echt gezellig vinden. Oh, zit weer in het gat. We hebben er omheen. Enkel die kaars, die doe ik niet aan. Die vind ik een beetje eng. Die staat in eerste al scheef. Maar ik wil daar tegelijkertijd ook een kunstkaars in. Want ik heb een hekel aan die grote kaarsen dat omvalt. Ja, en dat heb ik nog niet aan. Dat is ook zo. Ja, ik moet het nog even verschuiven. Dat het een beetje in de ruimte staat. Zo, en dan kan het aan. Dan zullen we de aansteker halen. Dan hoort dat samen aan. Dat hart dat heb ik ooit ook van mijn geliefde man gehad. Die nou in de hemel is. Ja. Bijna alweer 7 jaar. Wat blijft de tijd? Hé, joh. Dat is 1. Dan gaan we daar beginnen. Kom. Daar weer. En ook dat is aan. Mooi hè? Ja, vind ik voor wel. Ja. Ik ben er tevreden mee. De vaatwasmachine die draait. En ik heb wat in de oven. Ja, dan moet ik eventjes weer naar kijken. Want het moest dooien nog. Ja. Dus ik zal zo meteen eventjes een onderzetje te pakken en dan ga ik dat even los zien te maken. Ja, dat moet wel eten hè. En het is al, nou ja, pak een beet. Dan leven we 20:49. Ja, maar ja, ik ben bezig geweest.
Met allerlei dingen. Ik moest mijn camera leeg halen waar ik nou mee film. En mijn mobiel, daar zat er maar eentje op. Dus ja. Dus ja, ik ga even verder. Ik heb een bakje koffie staan en een beker water. Althans een glas. En gaan we straks even een hapje eten. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles, maar geniet een klein beetje met mij mee. Zeker ons. Ook met mijn meisjes. Hé, jij? Jij, meis? Waarin? En daar is Rijka, hè? Ja, die is ook lief. Die heeft vandaag weer een beetje overgegeven. Hé? En ik hoor Kandalfie. Ik hoor Kandalfie. Nou, ik heb de trap dus nog niet in de schuur gezet, want dat was mij te nat. Ja. Hallo. Ja. Ja. Oh ja. Oh, is het zo? Ja. Oh ja. Nou, het zal. Wij weten er niks van, hè, Elwin? Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn weer bijeen om afscheid te nemen van deze dag, de zondag. Tweede adventszondag. Het ligt weer achter ons. We zitten eigenlijk al lang alweer in de maandag, want het is schrik niet. 3:32. Ja, ik ben bezig de boel te sluiten. Hier nog die twee kunstkaarsen en een klein beetje verlichting nog. Maar dat gaat via Google Hub, behalve in de keuken nog. In de keuken moet nog, dat zie je nou. Ja, die moet ook nog. Dus dat doen we dan even bij deze. Ja, alles is mooi. Gelijk een stuk donkerder. Dus ja, wij gaan een bedje toe. En de deur is al dicht. Het is te gedenken ook nog twee kaarsen die op batterij gaan. En dat gaat via Google Hub. En de gedenkhoek ook. Behalve mijn bureaulampje. Nou, dat gaat met deze vinger even knopje omhaal. Klaar. Dus ja, wij zeggen vanaf deze kant welterust. Slaap lekker. Want anders wordt de buurman wakker. Wil ik niet hebben. Of weet ik voor wie. Ja, misschien bij jullie. Weet ik veel. Maar in ieder geval, even gekkigheid. Welterusten, slaap lekker. En mooie droom. En uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. En moet je weer naar je werk? Nou ja, werk ze. En zo niet, hey, op vakantie, of wat dan ook. Nou, veel plezier. Ga je naar de winter toe te skiën, ook veel plezier. Geniet er in ieder geval van. Maar geniet ook een beetje met ons mee. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag toch aan de andere kant van de nacht. Doei!